Voormalig premier Yves Leterme ligt onder vuur in Zweden. Hij werkt daar voor IDEA, een organisatie die wereldwijd de democratie promoot. Leterme zou volgens een ex-medewerker aan vriendjespolitiek doen. Zo zou hij 2 CD&V'ers hebben aangeworven en een Belgische consultant die bijna 130.000 euro verdiende, maar zijn werk niet behoorlijk deed. Leterme ontkent die aantijgingen, maar de Zweedse regering opent wel een onderzoek.